zijn net de boot opgereden. Na lang wachten. En gaan we nu even dik 3 uur op de boot. Lekker niks doen. Lekker bijkomen. Lekker uitwaaien. Dus het wordt leuk. Ik was even moeite met zoeken naar waar we een visvergunning konden kopen. Het postkantoor is al dicht. Dus we gaan nu even door naar Visnog Red. Weet ik veel, moeilijke naam. Nou, we zijn net aangekomen. We hebben mazzel. We konden bij het winkeltje hier alsnog een visvergunning halen. En we hebben wat rendiervlees gekocht voor in een stoofpotje. Dus het wordt helemaal gezellig. En hier gaan we erin. En dus we gaan wel eventjes kijken welke kant op. We hebben een idee, maar we weten niet of we daar zonder dragen door kunnen. En we kijken wel hoe ver we komen. Daar is het in ieder geval rustig. En als dat niet kan, dan gaan we de andere kant op. Lekker rustig hier zijn. Ja, heerlijk. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Heb ik een mooie bushpuddy gekregen. En die gaan we nu voor het eerst even, eerste avond, gelijk eerste maaltijdje, gaan we die even gebruiken. Dus even kijken hoe die doet. Hier nog een dingetje wat er bovenop moet. Dus we gaan eerst even fikkie stoken. Het is allemaal nog een beetje roestig. Eerste keer in een lange tijd dat we dit weer doen. Dus we gaan even aan de bak. Beat the monster. Schitterend mooie eerste avond. Die lucht is echt gewoon bizar. Dat komt nooit helemaal goed over op camera. En zeker niet die hele groothoek. Maar die hele lucht, joh, dat is echt fantastisch. Kijk, hier deden we het voor. Zo, goedemorgen. Het is 9 uur. Lekker weer. Geslapen als een baby. Ik denk Koen ook. Zo lekker geslapen. En ik ben blij met mijn lakenzak. Die ik op het laatste moment snel heb gemaakt. Zo, dat scheelt. Dat slaapt zo lekker. En lekker koel. Maar eerst gaan we naar buiten toe. Plons in het meer. Lekker. Voor Ploen net plonsen. Die is er ook in gegaan. Nou, dan maar achteraan dan. Dus eens even bushcraften en dan maar maken.
is dit lekker. Stukje van een lekkere vis hoor. Kort grote pompje elke keer. Nou, we kunnen nog zo'n ziplijntje maken waar je overheen kan wandelen. Vandaag besloot lekker rustig aan te doen. Een aankomstdagje. En gewoon lekker vreubelen en gekke dingen doen. Dus nu zijn we bezig, want Koen gaat hout halen. Om een draagkooitje te maken. En dit is even een methode die ik vroeger gebruikte. En we hadden het net over, ik weet bij God niet waar ik het heb geleerd. Maar dan kan je gewoon snel een touwtje vlechten. En je kan hem daarna ook weer uit elkaar trekken. Je kan gewoon vanuit een klosje, kan je in één keer... Gewoon gaan. En wanneer je klaar bent, dan knip je hem af. Zo makkelijk. En je hoeft dus niet van tevoren dingen op maat te knippen of zo. Je begint gewoon te breien. Het is heel makkelijk als je op een schiereiland staat met iemand die verstand van knopen heeft. Dus even de, ja. Ik was begonnen met deze. Met een normale vlecht die we altijd bij de dochters doen. In de ochtend. Ja, ziet er mooi uit. Een platte vlecht. Ja, gewoon een paardenstaartvlecht. En deze van Jeff, die is niet lekker rond. Maar hij is vooral efficiënt omdat hij super snel te maken is. Dat is heel fijn. Koen is even wezen hout halen. Onze Bushman. Het is nu 3:10 en we gaan nu lekker ontbijten. We hebben gisteren zoveel gegeten, we konden de rest van de dag uitzingen. Dus dan maar nu. Kijk, en twee haakjes gemaakt. Pothaken. Dat is nice. Ja, we zijn even de filmspulletjes aan het visspulletjes aan het klaarmaken. Het begint net te regenen. Nou, binnen. Hier zitten we onder de tarp. Eigenlijk net een uurtje geleden strak opgespannen. We willen gaan vissen en dat gaan we nog steeds doen. En? Met luchtharing. En met luchtharing, kijk, komt ie. Dat is mijn nieuwste uitvinding. Een Jeff de Mos creatie. Hij werkt, een mooi gootje. En we gaan vissen. En we wachten even tot het voorbij is, de regen. En in die tussentijd hebben wij een lekker rummetje. Oh, rummetje, ja. Een lekker rummetje. Heerlijk rummetje. Een lekker rummetje. Oeh, kijk eens. Lekker, ja. Hè? Proost, kerel. Gezond, jongen. Goeie vangst zo meteen. Ik ben nog niet bij me, maar is het ook goed als ik terugkom met een bever? Is goed hoor. Ja. Maak er een lekkere stoel van. Ja. Helemaal goed. Ik reken een beetje op. Hoi. Even van.
zei je kom? Ik weet het niet meer. Ik heb het gewoon naar mijn zin. Je hebt het naar je zin. Nou, het, woorden schieten te kort om dit te beschrijven. Dit is zo lekker. By the way, ik weet niet of het al wat het vertelt. Maar we hebben, ja, stew is een groot woord. Maar ik zit hier uit een koekenpannetje te eten. Waar is het hengsel? Kijk, ik eet uit een koekenpannetje. En we hebben, achteraf blijkt het rendier gehakt te zijn. En daar hebben we goulashkruiden bij, daar hebben we broccoli bij, daar hebben we beanie bij. Nee. Oh, haricot vert. Nee, geen haricot vert. Beanies. Ja, nou, whatever. Die kleine lange dingetjes. Gebakken aardappeltjes die wel volgekookt waren, die hebben we er ook bij gedaan. Een beetje water, een beetje zoutpeper. Wat koelerspoeder. Ja, dus. En veel hout. En dat is heerlijk. En veel hout. Kijk maar, nog een beetje erin. We maken een mooi vuurtje. Hartstikke ding. Bon appétit, monsieur. Ja, eet smakelijk, joh. We hebben het goed voor elkaar hier. Mooi, we hebben een mooi kampje gemaakt. Zo. Nou. Ik ga het inpakken. Ik ga nu weer verder. We hebben afgesproken dat we gewoon elke tweede dag pas gaan verkassen. Dat we twee nachten op één plek staan is veel leuker. En woensdag, het is vandaag zondag, als het goed is. En dan zorgen we dat we woensdag ook niet hoeven te vertrekken of aankomen. Want woensdag wordt 16 mm regen verwacht. Dus we gaan lekker door. Dus rustig gaan inpakken. Alles onder het luifeltje. Even ontbijtje maken. En dan gooien we alles in de kano. Luifel erachteraan. En gaan. Nou, vandaag zondag, ik had het al gezegd. We gaan door. Blijven twee nachtjes op de volgende kampplek ook, waar die ook mogen zijn. We hebben net alles lekker ingepakt, ontbijtje gedaan. Het is net na middaguur. De kano zit weer vol. En we gaan erop uit. Dus we gaan wel zien. Het weer is even lekker, maar vanaf een uur of twee gaat het regenen. Dus alles onder handbereik. Ik zit weer naar dat schermpje te kijken, net als de vorige keren. En dus we zijn erg benieuwd waar we uit gaan komen. Heb jij nog wat te melden, Koen? Laten we gaan. We zijn nu een lange slurf. Ja, dat kan je wel zien ook. Waarom zeg ik wat je ziet? In aan het peddelen. Dat kleine merengebied uit. En het is een beetje verkennend. En als het hier leuk is, gaan we hier gewoon ergens de tent neerzetten. Zo niet, dan gaan we terug. Wat zeg je? Ja, hè? Good old Iron Age. Berenspot, moet je even roepen. Beer? Nee, dan moet je mij roepen. Jou roepen. Als je berenspot, moet je mij roepen. Zeg Jeff, ik heb een beer gespot. En de Bear Grylls, is dat ook goed? Bear Grylls, nou, dat is een mietje, joh. Als die is, dan moet je zo snel mogelijk weer voorbij peddelen. Dat zou ik wel eens willen zien. Bear Grylls tegen Ed Stafford. Even een stop, ik ging even kijken wat er aan de andere kant van de heuvel was. En gelijk een plaspauze.
En kunnen we gelijk even een hapje nemen. En een slokje. Even een steile helling hier naar beneden toe. Sorry als het een beetje beweegt. Maar het is wat het is. Koenen ze aan het scouten. En het is hem niet. Maar we hebben wel een beetje brandhout. Berk. Ja. Nice. We zijn modebewust geworden. Nou. Dus, hij gaat nog goed. Eén keer. Ja. Nice. Daarom brandt het ook zo slecht. Ja. Deze nog doorkrijgen, is een beetje kort. Ja. Schiet weer zorgen. Je kan ook die takjes zo, kijk, aan de zijkant erin gooien. En dan Jazeker. Dan zak het er vanzelf in eigenlijk, ja. Als je niet te lang houdt. Ja. Heb je nou dat kruisje er weer in gedaan of heb je die eruit gehaald dit keer? Nee, die zit er al in. Dat is mij niet weg, kijk, want dat kan ik zo namelijk. Zie? Ja. Die vlies en ik heb nog mijn windjack. Alleen ik kan die niet aan bij het vuur. Ja. Ja, kan wel, maar dan zit ik er niet in. Doe ik er niks mee met het vuur. Ja. Daar heb ik ver vandaan. Even lekker verwend. Ja, behoorlijk. Lekker gegeten. Geen afwas. Kopje koffie. Nou, ja. Het is,
het is je gegund. Nou, dat is goed voor je. Dankjewel voor iedereen. Ja, bizar, hè? Nou, zeg, echt niet te geloven dit. Zo, het is tijd voor ontbijt en dat vergt altijd wat meer voorbereiding tijd. Dus de eitjes liggen klaar, de zwarte vulde schinken ligt klaar, de boterhammetjes zijn gesmeerd. En het is nu tijd om even de Bush Buddy, die ik van John heb gekregen, aan te steken. Want dat is toch, blijkt ideaal, een ideaal ding voor dit soort spul. Voor dit soort activiteiten, daar hoef je niet gelijk zo'n groot fik op te steken. Dus shout, knoflook, er moet er nog één zijn. Zonnetje is het zo lekker. Ja, hè? Ik heb een proefstel, zeg.
Is dit goed genoeg? Oh, mooi man. Lekker. Ja? Groot joh. Twee eieren. Twee eieren? Hè? Twee. Twee. Oeh, oké. Okay. Lux? Ja. Zo. Lekker man. Heel goed. Well, for you. Thank you. Zo, nog even een lekker bakje koffie na het ontbijt. Of onderdeel van het ontbijt is het, hè? Koen? Hey. We gaan zo de mooie haven in. Om onze voorrading op te halen en door te varen naar de volgende haven. Waar we ook nog zoveel te doen hebben. Maar we gaan eerst een stukje landje claim doen. Dus we gaan nu eerst de luifel ophalen. Want we hebben een mooie campingspot gevonden, een andere. Voor de komende twee natte dagen. En dan gaan we daar de boel neerzetten. Twee tellen. Hij gaat lekker. We hadden een persoonlijke klimrots, maar daar waren we niet aan toegekomen. We hadden het zo druk. Maar dat gaan we de volgende keer doen, dan gaan we lekker bolderen. Goedemorgen, het is dag 6 vandaag, woensdag. De natste dag van ons verblijf hier. Het zou vandaag 16 mm gaan regelen. Nou, ik denk dat we het merendeel al vannacht hebben gehad. Het hoogste was een bezetene vanaf een uur of 1. En het is aardig doorgegaan. Nu is het even lekker droog, gelukkig. En ik verwacht niet idioot veel regen meer, maar het zal een beetje grijze dag blijven. Nou, we hebben ons kampje een beetje aangepast erop. Dus de luifel lekker schuin neergezet. Zodat we ook een beetje uit de wind zitten. Dus vandaag is het een beetje behelpen onder de luifel. Maar we gaan allemaal dingetjes doen, dingetjes maken. Dus dat komt wel goed. En gewoon een lekker vreubeldagje. En misschien een beetje vissen als het droog blijft. Kijken wat of de vis nog een beetje willen bijten. Maar het is in ieder geval een heel mooi plek hier. En... morgen komt het zonnetje er weer bij en dan is het weer helemaal chill. En de kano moet maar even wachten, denk ik. Ik sta hier een paar van die reepjes erin, die sneetjes. Ja. En? Er is weer brand op het vlak, dus hoef je niet te schrapen. De ene kant sowieso, het is net de maan. Een snuiplankje, ja, dus ik heb het voorbeeld gehad van de afgelopen dagen. Geïmiteerd. Top. Ik heb honing. Ja, is de goed. Volgende doen we dan. Ik doe het ervoor. De volgende doen we lekker met. Mag mijn bordje ook als je wil. Is weer aan. Kijk eens, de eerste boespannenkoek is voor jou.
andere is mijn anker is mooi. Oh, goud. Goud van nat. Gunning. Gunning. Met Gunning. Voor mij schrijven. Ik ben het filmen. De lucht tussen de pannenkoeken. Ja, dat is de tijd. Gespot. Hij is er iets aan het doen, maar wat? Hak, 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 kap, kap, kap. Is hij een ring aan het maken of zoiets? Geen idee. Meneer Smits, gooi de trossen los. Nu mos. Toet, toet. Yes. Interval bij de beeld. Bomen zijn of gewoon een beverberg. Vind je het laat? Nee. Het is niet echt een natuurlijke vorm. Wat zeg je? Het heeft niet echt een natuurlijke vorm. Ja, we hebben een ingang. Ja. We hebben al wel eerder sporen gezien van bevers en zo. Maar het is de eerste burg die we zien. Kan je het zien, Koen? Ben je allemaal aan het doen, Koen? Koffie zetten, kerel. Koffie zetten. Een lekker ouderwets bakkie. Lekker ouderwets filterbakkie. Oh nee, geen filterbakkie. Kijk eens hoe mooi dat licht hier nu is. Ik ben even kwijt hoe laat het is. Ik denk een uurtje of half acht, acht uur. Kwart over acht hoor ik net.
We hebben net een rummetje op, dus als het niet zo scherp is, dan ligt het aan mij. Het is net zoals die andere. Ik weet niet meer welke we toen hadden. We hadden een aantal smaken. Zodra de mashed potato bij zat, was het lekker. Kleine meatballs zaten erbij. Ja. Als puree met, ja, met kleine balletjes, hele kleine balletjes gehakt. Op het plaatje waren ze zo. Maar hier waren, ja, in het zakje waren ze zo. Dus het was uber lekker. Ja. Dit is een paardenhoefzwam die groeit in dode berkenbomen. En Koen heeft dat ding in de fik gekregen, want deze was mooi uitgedroogd. Hij is niet zo groot hoor, maar hij ging gloeien en hij gloeit gewoon. En hij is zeker in staat om een vonk vast te houden. We wisten al, dat hadden we gisteren al geprobeerd of eergisteren. Maar hij blijft gewoon lekker nagloeien. En we zaten nog net even te kletsen van, joh, hoe namen die Neandertaler dat allemaal mee? En dat was op deze manier. Niemand was erbij. Maar dat klinkt redelijk aannemelijk dat ze van die grote dingen in de fik staken. En misschien een aantal van die paardenhoefzwammen meenamen. En dan estafette er meenamen naar een nieuwe plek of zo. Ja, goedemorgen. Zaterdag. Alweer onze laatste dag hier. Morgen gaan we weer terug. Het wordt een heerlijke dag, 26 graden wordt het vanmiddag. In Nederland boven de 30 hoorde ik, dus we hebben allemaal lol. We hebben een goede week achter de rug, het was heerlijk. Eén dagje regen maar, één dagje een beetje bewolkt. Voor de rest fantastisch weer gehad, allemaal lekkere dingen kunnen doen. Mooie plekjes gestaan en mooi gebiedje. Dus, ik heb mezelf goed vermaakt. Vandaag lekker rustig gaan, een beetje vissen, een beetje niks doen. Ook brood bakken misschien. We hebben nog wat broodmeel en bunnock gaan we misschien maken. Het is gewoon de laatste dag nog gewoon lekker relaxed, leuke buiten dingetjes doen. Laatste. Ja. Heel licht regenbuitje. Sorry voor het bewegende beeld. Ja. Maar dat is lekker, want het wordt vanmiddag toch bloedgloeiend heet. Dus alle koelte die we nu nog hebben is gewoon lekker. Morgen naar huis, Koen. Hey, hoe gaat het? Wat dacht je ervan? Nee. Eigenlijk niet. De ene kant wel, de andere kant niet. Ja. Moet je weer naar die vrouwen toe? Wat vind je ervan? Nou, één, hè. Hé? Hey? Eentje. Oké, okay, nee. Ik heb er maar één. Dat is waar. Dat weet ik niet. Kijk, dit gaan we eten vanavond. Vegetarische hotspot. Geen hutspot, maar hotspot. Dat geeft die jongen rum. Echt niet te geloven. Dat gaat helemaal mis. Nou, gaat het weer over de rum. Dat gaat helemaal mis. Ik denk dat jij het niet meegaat. Hij mag niet mee met vissen, want hij valt overboord. Ja. En water voor die reis, ja? Ja, schön. Sehr gut. Wat ging in die kleine Billy doen? Oh, 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 ik ben zo blij dat we naar huis gaan. Zo opgegaan is getrommeld dat hij nu weer het vuur moet aanblazen. Echt jongen, echt, echt, echt hè.
een vuur. Ja, zo'n forelletje. Ja, anders kun je het schepje pakken. Nee. Ja, die ligt bij jou. Je kan er beter bij. Ja. Foto's dan ook? Ja, twee tellen, ik was aan het filmen. Over. Nou, dit is het. Laatste ochtendmaal. Het laatste ochtendmaal. Normale ontbijt is op, dus we zitten lekker aan de pasta bolognese als ontbijt. Dus klagen mogen we zeker niet. Oh, dat is maar prima. Ik vind hem lekker dan die vorige. Ja. Carbonara. We zijn er 7 uur uitgekomen. Dat we op tijd terug zijn. Stond stijf van de knutjes. Van andere kleine vliegjes. Werd helemaal gek geprikt. Maar ja, voordeel wel is als ze weg zijn, is het ook de jeuk in één keer weg. Ja, ik doe dit even, maar dat is gewoon omdat het lekker is. Wind stil. Kano weer. Goed kano weer, ja. Bushbuddy heeft zijn werk weer gedaan. Dus de koffie staat lekker te trekken. Komt helemaal goed. Forellen zijn we bezig. Ja, Koen. We gaan lekker van dromen in Nederland. Gewoon dat ze zo allemaal in de kamer springen. Vanzelf. En we zijn klaar voor vertrek. Pootjes ingepakt. Dat is weer mooi weest. We gaan op huis aan. Het is een mooie week. Koen heeft ook nog een boompje meegenomen. Het is een nieuwe traditie die ze hebben gedaan. Eentje uit Oostenrijk en nu eentje uit Noorwegen. Die wordt netjes vertroeteld thuis. En tot verdere bloei gebracht. En voor latere herinnering. Dus dat is mooi. Ja, je gaat. Denk je, is dit noodlopend? Ja. Dan gaan we toch links om die rots heen daar. Want dat haventje herinner ik me. Voor ons. Nou, we zijn op weg naar huis weer. Net het haventje uitgekomen. Kaan op het dak gegooid. Alle dingen in de wagen. Ging allemaal soepeltjes. Heel snel teruggepeddeld eigenlijk. We hadden mint mee, dus dat ging mooi.
En nu weer op weg naar Christiansand. En dan gaan we kijken of daar wat open is. En dan gaan we daar lekker wat drinken, eten, weet ik veel. Cappuccino, appeltaartje. Ja, het is corona, dus je weet niet wat er allemaal open is. Misschien zijn alleen de supermarkten open en that's it. Dus ik weet niet hoe het hier geregeld is. En, maar dan komen we vanzelf achter als we die kant op gaan. We zijn ruimschoots op tijd. Baggage.